Ik ben Titi van der Poel, ik ben directeur van het thema Spoed en Intensief. Daar valt ook de IC onder. Uitgangspunten zijn dat de begane grond, zoals waar we hier staan, publieksruimte is met veel voorzieningen. En naarmate je hoger in het gebouw komt, wordt het steeds rustiger. Dat betekent bijvoorbeeld dat de poli's op de eerste etage zijn en de IC komt straks op de vierde en voor een deel op de zesde etage. We gaan straks niet meer werken met één balie waar verpleegkundigen zitten, die reageren op geluiden. Maar we werken met nieuwe IC-boxen waarbij eigenlijk één verpleegkundige op twee boxen werkt. En op het moment dat je niet aan het werk bent, ben je ook buiten de verpleegkundige afdeling en zit je apart bijvoorbeeld in een koffie. Kamer. We hebben het zo ingericht dat we met licht, met kleur, alle mogelijke ontwerpkeuzes hebben gemaakt, zodat het voor patiënten rustig is, dat ze buitenlicht hebben. Bijvoorbeeld ook dat wij een stille IC aan het bouwen zijn, waar dus geen geluid van piepjes en zo te horen is. Nou, een aantal van de concepten die we straks in de nieuwe IC willen uitrollen zijn echt nog volop in ontwikkeling. Want wij staan en blijven staan voor vernieuwing en daardoor hebben we ook de komende jaren nog nodig met de hulp van alle medewerkers om straks echt die mooiste IC van Europa neer te zetten.